Als dochter van Linda de Mol staat Noah Fahle flink in de belangstelling. Vooral nu, omdat ze naar het EK afreist. En ze is natuurlijk een soort van stiefdochter van Jeroen Rietbergen, waarvan recentelijk bekend werd dat hij niet vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie. De zaak is geseponeerd. Jordi Versteegde van de entertainmentredactie, die sprak Noah kort geleden. Ze kreeg meteen al een verwijt, Jordi, in die hele zaak rondom Jeroen Rietbergen, dat ze niet empathisch genoeg zou zijn. Had, wat vond je daarvan? Te maken natuurlijk met haar optreden bij de Oranje Zomer vorige week, toen haar uiteraard gevraagd werd naar haar mening over het seponeren van die zaak van Jeroen Rietbergen. Het was duidelijk een ingestudeerd 1-2'tje. Dat was voor de kijker wat duidelijk, dat Helene vooraf had afgesproken van: Noah, wat kun jij daarover zeggen? Ik zal verder niet doorvragen. Dus dat is ten eerste al waardoor het misschien niet helemaal echt en sympathiek overkwam. Ja. En ten tweede zei ze van: hè, ik ga inhoudelijk niet reageren op die zaak, want alles wat ik daarover zeg, dat is te veel. En als je het aan mij persoonlijk vraagt, dan ben ik blij dat dit nu achter de rug is. Want dan kunnen we weer verder en ons focussen op het positieve. Ja. En juist in dat laatste zat natuurlijk de kritiek. Want de mensen zeiden van: ja, maar er zijn ook nog slachtoffers. Hè, of in ieder geval één slachtoffer van wie die zaak nu niet doorgaat. Nienke Wijnhoven, dat is bekend. Ja. Ja, die zit natuurlijk nu in zak en as. En daar ging ze een beetje aan voorbij in dat gesprek. Maar ja, als misschien Helene één vraag erachteraan had gesteld van: joh, maar denk je dan niet aan die slachtoffers? Ik denk dat dat haar genekt heeft in die zin. Maar goed, tegelijkertijd, zij is wel de enige van de mol-kliek, hè, om het zo maar even te zeggen, die op dit moment zich daar dan publiekelijk over uitspreekt. Ze doet het eigenlijk nooit goed. Ze doet het nooit goed. En Jeroen Rietbergen heeft natuurlijk ook nog niet publiekelijk gereageerd. Ja, via zijn advocaat. Maar die ging wat mij betreft volledig nat toen bij Renze aan tafel vorige week. Ja. Die heeft hem nou niet echt op een positieve manier neergezet. Die was een beetje streng. Ja, in alles en iedereen. En tegelijkertijd zei Angela de Jong terecht: Er lagen nogal wat aanklachten tegen hem. Ja, 19 meldingen. Ja, meldingen. Destijds, inderdaad, in die uitzending van Boos, die ik overigens net terug heb zitten kijken. Wat is het? 2,5 jaar na dato. En dat is best wel interessant om nog eens terug te horen en te zien wat er eigenlijk allemaal op tafel lag. En zeker niet alles is strafbaar. Maar je hoort wel dat er gewoon een duidelijk beeld is van iets. En dat heeft Jeroen natuurlijk ook altijd toegegeven. Ja. Dat er dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen. Al niet, wel of niet strafbaar. Ja, alleen kan zij gewoon niet in een antwoord. Ze is een hele jonge, getalenteerde vrouw die er ook de dochter van is. Helaas soms voor haar. Ze kan er ook gewoon zeggen: jongens, alles wat ik zeg, als ik het ene kant belicht, is het niet goed. Als de andere kant is het niet goed. Ik ben blij, enerzijds blij voor je moeder en voor mijn vader of vader. Maar dan gaan wij nu uitleggen wat zij had moeten zeggen. Ik denk dat ze daar zelf ook heel erg mee geworsteld heeft. En sterker nog, maar is het nou zo ingewikkeld? Zo op die manier te zeggen? Ik belde haar op dezelfde dag als dat ze, of ik stuurde haar een berichtje, ik moet wel eerlijk zijn, op dezelfde dag als dat ze bij de Oranje Zomer zat. Omdat het interview wat ik met haar had, wat vandaag in de Telegraaf staat, was een paar weken voor die seponering. Maar ik vond dat ik er niet aan voorbij kon natuurlijk in het verhaal, om haar dat toch nog naar te vragen. En toen zei ze in eerste instantie dat ze eigenlijk er niet op wilde reageren. Dat ze de vraag wel snapte, maar niet wilde reageren. 'S Avonds zat ze alsnog bij de Oranje Zomer en kon ze er niet onderuit. Nee. Lastig. Ja, het is gewoon moeilijk voor haar, denk ik, om hier nu nog een woord aan vuil te maken. Ik denk dat het ook vooral aan Jeroen Rietbergen is om, hè, want hij is degene om wie je draait. En Noah is familielid, maar heeft hier verder niks verkeerds gedaan in mijn ogen. Het is tijd dat Jeroen een interview gaat geven. Maar dat laat nog even op zich wachten. Goed, het enige wat ik daar nog wil zeggen, je had over de Mol-clan. Johnny heeft in een heel vroeg stadium en wel al dingen toch over gezegd, destijds? Ja, maar dan hebben we het echt over destijds toen het net naar buiten kwam. Ja. Toen hij nog 7:30 presenteerde. Maar we hebben het nu over 2,5 jaar later. Ja, het is 2,5 jaar geleden. Maar ik dacht, ik plaats deze nog even, dat is Johnny ook een beetje de credits geven. Ze gaat naar het EK. Daardoor mist ze ook de 60ste verjaardag van haar moeder meteen? Mogelijk, inderdaad. Want die is op 8 juli jarig. En ik kan me nog herinneren, de 50ste verjaardag van Linda. Dat was echt een gigantisch feest, tuinfeest. Ja. Volgens mij trad Marco Borsato, laat ik die naam ook nog maar even noemen, toen ook op. Ja, heel toetbekend Nederland. Andere tijden zouden we daarvan kunnen maken. Maar Linda gaat het dit jaar, vertelde Noah mij in het interview, even wat luchtigs tussendoor, gaat ze het gewoon rustig vieren. Barbecue'tje in de tuin. Maar ja, het is nog de vraag of Noah even
over kan. Want wat je zegt, ze gaat naar het EK voor vandaag een site. En rond die tijd dat haar verjaardag is. Ja, dan zitten we volgens mij rond de kwartfinales. Het zou zomaar kunnen dat Nederland er al uit ligt en dat het allemaal klaar is. Ja, ik heb gesolliciteerd voor Studio Sport, ben daar niet aangenomen, dus dit weet ik even niet. Maar heb ik me trouwens ook laten vertellen. Ja. Ik heb het ook niet helemaal uitgepuzzeld. Ja. Het kan zomaar zijn dat ze er wel heen kan gaan. Nou goed, in ieder geval mogelijk missen het. Maar ja, ze zegt ook, Linda weet als geen ander dat als er gewerkt moet worden, ja, dan moet ik gewoon aan de bak. Is er nou nog een boycott voor die SBS6 mensen, wat er natuurlijk altijd met VI was? Ja, nou, dat zeg je terecht, hè. Dat was met VI. En dat heeft echt 2 jaar geduurd dat die oranje spelers niet met de mannen wilden praten. En dus ook niet destijds met Helene, die toen nog als verslaggever aan het elftal verbonden was, om het zo maar even te zeggen. Die boycott is wel opgeheven, sowieso ook voor de mannen van Vandaag Insight. En Helene heb ik ook gesproken en Noah zeggen, ja, ze hebben zich nooit tegen ons gekeerd. En wij zijn blij dat we ze gewoon ook weer kunnen spreken, want dat maakt ons werk natuurlijk een stuk makkelijker. En opvallend is dus dat ze komende zaterdagavond... Gaan ze uitzwaaien, toch? Ja, dan komt er echt een soort van, wat is het, special van de Oranje Zomer. Maar dan met de Oranjes daar, die gaan niet zozeer ingaan op waar ze wel en niet naartoe gaan pasen op het veld. Maar het gaat echt puur over wie slaapt er slecht tijdens... Maar wacht even, de hele NL zelf toch zit daarbij? Ja, tenminste tenzij er iemand ziek is. Ja. Maar in ieder geval, ik geloof dat Koeman ook aanschuift. Dat wordt een bijzondere uitzending. Dat is wel opvallend, hè, dat de Oranjes eerst die hele zender geboycott hebben en dan nu gaan ze daar alsnog zitten, ook wel sportief, denk ik. Ja. Ja. Nou, wie nog meer wil weten over Noah, die moet jouw interview lezen. Ook over. Ik heb ook nog vragen gesteld of ze nou een carrière als presentatrice ambieert. Laten we heel even vast vooruitkijken naar volgende week. Mm-hmm. Dan hebben we Ali B. Nou, dat is een zaak die nu al vuurwerk geeft. Dat zagen we ook bij onze collega's bij SBS6. Show News. Ja, de bom gaat barsten, heeft de nieuwe advocaat van Ali B, Natasha Harleke. De media-advocaat. Je kan je afvragen wat voor strategie daarachter zit, maar daar kunnen we het zo meteen nog over hebben. Maar die heeft dat inderdaad gezegd. Die heeft het dossier in mogen zien. Ze is vrijdag pas gevraagd door Ali B, zegt zij. En ze heeft dus nu het dossier mogen inzien en ze viel van de stoel. Wat ik hoorde is dat zij zegt dat het OM het werk slecht gedaan heeft en dat ze dus wat uit te leggen hebben. Maar goed, Natasha heeft zelf ook wat uit te leggen wat mij betreft, want wat ze daar deed aan tafel bij Show News en eigenlijk het hele programma, er is in de afgelopen dagen veel over gezegd. Maar ja, dat was gewoon niet zo handig. Nee, laten we het zo maar even zeggen. Nee, er is ook meteen ook wel op geacteerd, hè? Ja, wat ik begreep, hè, want we hebben hier ook collega Evert Santegoets natuurlijk, die zat daar op dat moment aan tafel. Zij zeggen van ja, wij hadden op dat moment niet door dat zij er zo uitgebreid op in zou gaan. Ze zou bij ons bekendmaken dat zij de nieuwe advocaat, hè, een mede-advocaat is van Ali B. Maar uiteindelijk werd het een heel diepgaand gesprek. Ik heb Natasha daar vandaag ook nog over proberen te spreken. Maar ze laat het eigenlijk bij wat ze daar aan die desk bij Show News heeft gezegd. Maar ja, laten we vooral vooruitkijken. Nee, die zaak van Ali B, dat wordt hoe dan ook. Ja, dat gaat sowieso een bom barsten. Want we hebben er gewoon 2,5 jaar op moeten wachten voordat er duidelijkheid komt. Ik heb wel het idee dat er een soort hernieuwd zelfvertrouwen bij Ali is. Want hij gaat ook spreken. Hij heeft nu een Natasha Harleken heeft hij natuurlijk ingehuurd. Ja, dat kan natuurlijk 2 dingen betekenen. Hè? Bart Zwier is in eerste instantie afgelopen jaren zijn advocaat geweest. Die heeft namens hem ook steeds het woord gedaan. Het zegt maar ergens ook wel iets dat Ali juist nu in de week voordat het gaat beginnen nog even een media-advocaat in armen neemt. Is hij dan niet tevreden over Bart? Zou kunnen. Dat weten we niet, hè? Want Ali B die wacht tot het moment dat hij daar woensdag de rechtszaal in kan stappen. Maar kijk, dus je hebt een media-advocaat en een media-advocaat die al een podium heeft op een showbiz-platform. Ja. Ja, dat is dan wel een soort plus, plus, plus. Ja, er werd gezegd van Ali heeft een plekje gekocht aan de desk van Show News. Dat krijg je dan. Maar nu is Natasha in ieder geval niet meer te zien in dat programma als het over Ali B gaat. Ja. We gaan het zien, hè. Komende woensdag en donderdag. Woensdag en donderdag, de inhoudelijke behandeling. Dat gaat een spektakel. Althans, spektakel, dat bedoel ik niet in positieve zin, maar een het gaat een bijzondere dag worden in alle opzichten, dat zouden we kunnen zeggen. Een mediaspectakel. En daar heeft Show News ook een flinke aftrap in gegeven. Jordi Verstegen, dankjewel.